Ze noemen het in de volksmond de slakken. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve Tatties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sarah. Ik ben René. Ik ben oma. Ja, en we gaan eten. Altijd lekker. Wij zijn vorige week in Rotterdam geweest, in de Markthal. En wij zagen daar een hele berg. Heel mooi, kleurrijk fruit. Het is al laat, jongens. Maar heel veel dingen die we niet kenden. Exotisch fruit, inderdaad. Nou, jij kende deze nog. Ja. Nou, we gaan ze even allemaal één voor één aan je voorstellen. Hallo, ik ben Hallo. Ik ben Dragon Fruit, oftewel... De pitaya. De wat? Pitaya. Pitaya. Is een pitaya, dragon fruit. Klinkt veel vetter, dragon. Waarmee gaan we beginnen? Of gaan we ze eerst allemaal voorstellen? Nee joh. Nee, we gaan beginnen. Dragon fruit komt voornamelijk voor in, valt niet op hè. In Israël, Vietnam. Oh, ik dacht jij helpt me mee. Mama, je moet ik helpen. Israël, Thailand en Vietnam. Hij is heel... Hij ziet er echt heel tof uit. Hij is echt heel mooi voor een schaal. Ja, moet je ruiken. Ik kan hem niet omschrijven. Hij ruikt heel... Ja, het is een beetje een combinatie... Lekker wel. Kiwi? Tussen een kiwi en een appel. Een kiwi en inderdaad appel, weet je. Ja. Maar dan ben ik wel heel benieuwd hoe die smaakt dan. Lepels. Ja. Nou ja, al zouden ze niet smaken, ze staan heel mooi op je tafel. Ja, echt. Ja. Zou ik ook wel even drie keer naar kijken. Wat vind je ervan? Oké, want hij kijkt, nou hij wil nog, dus het is goed. Wat vind je ervan? Ik had hem veel sterker verwacht. Maar dat komt misschien door de kleuren en zo. Maar... Weinig smaak. Ja. Ik vind het ook. Ja, ik vind hem dus niet heel bijzonder. Ik vind een kiwi lekkerder. Ja, ik vind hem trouwens meer een kiwi en een peer. Qua structuur. Ja. De peer dan, maar ik vind inderdaad jammer dat er niet een sterkere smaak aan zit. Iets zuurder of zo mag hij, weet je dat, want hij is zoeter, eigenlijk... Zoeter mag ook. Ja, maar ik vind hem al, hij is, het enige wat echt overheerst is eigenlijk het zoete, zeg maar, vind ik. En ik vind het wel lekker dat die zaadjes zo een beetje crispy zijn. Ja. Het gekke is wel dat ondanks dat er niet zoveel smaak aan zit, ik niet het gevoel heb van ik ga niet door met eten. Ik vind het eigenlijk heel erg lekker. Ja. Dus blijkbaar. Hij is wel fris. Nou, open de pop. Goed gekeurd. Oké. Fout. Next. We hebben hier de tamarillo. Dit is een, ook wel boomtomaat genoemd. En die komt voornamelijk voor in Colombia. Hij heeft een redelijk harde schil. Beetje leerachtig. Lijkt een beetje op een pruim. Zou er een hele grote... Pit in zitten. Oeh, hij ziet eruit als een persik. De schil is vrij hard. Ik denk wel dat hij eetbaar is, de schil, maar ik ga hem is dat dan ook een soort huidje, net als een persik? Nu lijkt hij op een persik. Ja. Heel apart. Oh, kijk dan, de binnenkant. Oké. Okay. Ik snap inderdaad wel de tomaat, want hij is uit van die zaadjes. Hij ziet er heel vochtig uit, om zo maar te zeggen. Ja, hij ruikt ook heel sterk. En waarna is het? Ik vind een beetje meloen. Ja? Ik vind het banaan. Banaan? Banaan? Een hele rijpe banaan. Hij ruikt naar tropical fruit. Nou, gaan we proberen. Nou, dit is de eten waarvan ik denk, niet zo lekker. Oeh. Nee. Vooral dat laatste, afgekeurd. Een beetje van dit. Afgekeurd. Nee. Ik denk dat we deze niet verder moeten eten. Nee. We weten nou niet of dat ligt eraan dat hij niet meer goed is, of dat hij... Gewoon niet lekker smaakt. Dat kan ook, nee. Maar het lijkt alsof hij niet goed is. Nee. Welke nu? Deze doen? Dit is namelijk een gele pitaya. Al het mooie komt uit Colombia. Dit. Oké. Okay. Lijkt op, nu op een citroen, maar dan... Ja. Ja. Wel heel aantrekkelijk ziet hij eruit. Ik ben heel benieuwd. Ja. Nou. Oké. Okay. Ook de helft, de andere helft is voor jou. Hij is ja. uit.
Nou, dat heeft ongeveer dezelfde geur als die. Nee? Deze is zoeter. Oh ja? Ja. Oh ja. Hij is ook wat sappiger. Ja. He, want hij drupt ook bijna. En ik vind ook hoe heet het? De zaadjes wat knapperiger. Mm. Dit vind ik echt heel lekker. Dat ik die nog wel een keer ga halen. Ja. Maar dan ga ik natuurlijk naar de Haagse Markt, hè? Ja. Ik ga niet naar Rotterdam dan, dan ga ik naar de Haagse Markt. Ja. We hebben hier de grootste markt van heel Europa. Gaat die naar Rotterdam? Ja. Deze is lekker, hoor. Heerlijk. Ja, goed gekeurd. Maar dit is dus een andere versie van... Ja, nou ja, hij heet ook Pitaya, dus het is wel familie van. Mm-hmm. Als ik nou op de Haagse Markt loop en ze verkopen, die zeg ik, doe mij er 5. Ja. Alsof ik weet waar het over gaat dan. Hè? Ja. Mijn koffie is ook lekker. Even kijken, de volgende is de Kiwano. Heel grappig. De stekeltjes. Het is wel hard. Ja, dit ziet er heel gek uit. Lijkt een beetje op granaatappel. Ik vind het bijna een komkommer. Dat kleine stukje wat ik hier zo zie. Nou, ik vind het wel heel interessant. Nu is het geen komkommer meer. Ik vind het ook mooi in de winkel. Ja, ook mooi. Ja. Maar het is een beetje sinaasappel citroen. Maar dan heel groot. Maar diezelfde... En dan wat langer. Ja. In plaats van rond. Het kan er ook aan liggen. We proberen altijd iets te vergelijken, hè? Ja. Het ruikt inderdaad als een sinaasappel. Ja? Ja. Het is een beetje citrus, eigenlijk dan misschien. Ik ruik niet echt iets. Dank. Het ruikt wel fris. Zo. Hallo! Gaan we het proberen? Ik ga het gewoon hoppen. Maar het is dezelfde structuur inderdaad als een sinaasappel. Je krijgt het niet helemaal... Oh, jouw gezicht zien. Zuur. Nee. Kijk, maar dit is wel heel bijzonder, hè? Ik denk, neem gewoon een mes erbij, want... Jawel. Ja? Jawel. Ja, als het een beetje zo uitzaagt, om zo maar te zeggen, dan is het een beetje tomaatachtig. Heel bijzonder. Maar ik weet niet... Ik ga niet gelijk rennen om nog een keer te kopen. Nee. Ik denk wel dat hij heel lekker in de schoen is. Denk ja. Ik. Ja. Toch niet zakje dat. Wat spookt hij eruit? Ja. Zo, nou de kleine ligt op bed. Wij gaan verder. Met de kaki, maar die heet anders. Nou, hoe noem je hem dan zo? Ik had hem opgezocht en noemden ze hem anders, maar wij noemen hem gewoon kaki. Jij kende het niet, hè? Ik kende het niet, jij wel. Ik wel. Tada. Hij is eigenlijk heel, hij is mooi van binnen. Heel vleesig, alsjeblieft. Thank you. Nou, Ja, ik ken het. Ik vind het heel lekker. Kan het er goed doorheen? Ken jij het ook niet? Nee, lekker. Ik heb ze wel zien liggen. Ik weet de naam ervan, maar ja. Nooit zo geprobeerd. Is ook eigenlijk is dat heel dom nu ik dit ook proef. Dat je dat niet doet, hè? Ja. Ik vind hem heel lekker. Deze is goedgekeurd. Goedgekeurd, gaan we ook halen. Ja, samen met die gele. Met die gele. Dan ga ik gewoon alleen maar over de groente- en fruitafdelingen lopen daar. Maar het lukt zo toch niet. Het is wel inderdaad. Nee, dat klopt. Wat jij net zegt, Els, we zijn best wel gewoonte dieren. Ja. Dit is hartstikke lekker. Ja, ja. Maar wij eten alleen maar de bekende dingen. Wat we kennen. Nou moet ik wel zeggen dat ze deze hier bij de Hoofdvliet niet hebben. Dat is het ook natuurlijk. Ja, je gaat gewoon snel naar de supermarkt en daar liggen dit soort dingen niet. Ja, ja bij de Albert Heijn liggen ze sowieso. De kaartjes wel, maar ja. Al die andere dingen niet. Die andere niet, nee. Nou, dat maakt het juist leuk om ergens waar je dan rondloopt, dat soort dingen mee te nemen. Ja. Ja. Lang geleden. Goedgekeurd. Lang geleden. Maar die kaki is inderdaad helemaal goed gekeurd. Ja. We hebben er nog 3. Okay. We hebben de rambutan, dat is een soort liesje. Die wil ik ook proeven. Hoe ga je dit openen? Ja, volgens mij moest je dit gewoon... Zijn. Kijk. Vroeger, oh, het lijkt op kruisbessen. Kruisbessen hebben ook zo'n structuur. Ik vind liesje zo lekker. Volgens mij heb ik deze laatst ergens gekocht uit blik. Weet je dat nog? Oh ja, dat kan natuurlijk. Mag jij deze? Zo grappig. Het is een beetje een... Het is makkelijk. Een beetje een alien dingetje. Ja, het is echt een beetje liedje. Ja. Maar niet helemaal liedje. Het is niet echt laag. Hoe heet het? Ik kan het niet echt pijn. Je voelt dat het een soort van zoet is. Maar je proeft het niet echt, vind ik. Ja, ik vraag me toch af, omdat we het eigenlijk niet zo kennen. En hoe maak jij nou uit dat iets bijvoorbeeld rijp is? Want als een fruit niet rijp is, smaakt die ook minder. Ja. Ook met het fruit wat wij kennen. Dat was de rambutan uit Indonesië. Dan hebben we hier nog een hele gekke.
Dit is voel maar. Het is de salak uit Indonesië. Het ziet eruit ook weer als een kastanje. Ja, ze noemen het in de volksmond de slakker. Ook weer hard, dus. Oh. Alleen het uitpakken is al bijzonder. Hè? Dit is... Het ziet er niet uit als het fruit is. Het lijkt wel een soort noot, zaadachtig. Ja. Een beetje zoals dit. Ik moet zeggen dat ik het er niet lekker uitziet. Nee. Het is een zware... Het lijkt echt op een slang. Een zware bevalling. Is het niet een... Slangenei. Dat is zoiets. Nou, zo ziet het er toch uit. Kijk hier met een schubbetje zo. Ja. Ja. Het ziet er niet heel vleesig uit. Hebben ze ook de verkoper tegen je gezegd, dat kun je eten? Ja. Zonder te koken? Dit was volgens mij die ene die een beetje karamel zou moeten smaken. Oh, dat maakt het alweer goed. Eet jij eerst? Ja, het lijkt een beetje een... Het ruikt heel muf. Muf? Ja, zelfs onze geuren indicaties zijn verschillend, hè? Of jij moet gewoon hele citroenachtige handen hebben. Oh, hier zit een punt in. Ik vind het een beetje citroenig. Ja, dat is ook wel wat... Ik vind het inderdaad heel... Een noot in een noot. Heel zoet. Heb je dat gegeten? Ja, dat is het. En is het lekker dan? Het is niet lekker. Maar ik kan een hapje nemen van? Ik ruik jou, hè? Dus even wennen, want je denkt... Sterker nog, als je dat in kleine stukjes zou zien. René vindt hem lekker. Ik vind hem ook sterk in smaak. Ik vind hem smaken als die niet rijp om te doen. Met deze en die gele en dan ook, wat was die andere ook? En die kaki. En die kaki. En die twee... Pitayas. Pitayas. Ja, maar ik denk dit is ook echt weer zo'n ding dat wij hier niet kennen. Ja, maar ik vind het lekker. Ik vind het niet lekker. Ik kende die andere dingen ook niet. Ja, dat is een goed punt, hè, meneer? Ik vond het niet gewoon niet lekker. Nee, maar ik zeg ook niet dat het erg is dat je het niet lekker vond. Ik zeg alleen dat dit er ook niet heel erg lekker uitziet. Nou, en daarvan wist je de naam niet meer, hè? Nee, dat ziet er echt niet goed uit, hè? Nee, hier wist ik de naam niet meer van. Waarschijnlijk... Is dit die karamel? Maar waarschijnlijk heb ik gevonden uiteindelijk dat het een... Loa! Loa! Feijoa! Natuurlijk. Ook uit Colombia. Ja, ook uit Colombia. Maar deze hebben nog één ding, dus we kunnen wel kijken of die gelijk is. Of dat deze bedorven is of zo. Het ziet er wel uit als een aardappel. Ja. Met zelf een aardappel. Maar de kleur is ook gewoon weer wat anders. Niet. Of is die gelijk? Deze. Nou, kijk eens wat een verschil. Nou, dan hadden we toch goed, hè? Dat dat dus gewoon niet goed was. Nou, die is gewoon bedorven, nog niet goed. Dus hadden we toch goed aangevoeld. Die zou accepteren. Wat hebben we nu geleerd? Dat we van onbekend fruit altijd twee moeten nemen. Ja. Ja. Zodat we kunnen vergelijken of die kleuren gelijk zijn. Want dit ziet er zo'n stuk prettiger uit. Ja. Nee, gewoon... Op deze, hè? Op deze, hè? Eventjes kleurverschil, jongens. Wauw. Oké. Okay. Nou. Deze is al 3 keer gestorven, zeg maar. En deze is... Kom maar bijna bezig zijn. Het ziet er gewoon wel oké uit. Hoe gaan we dit doen? Maar omdat we het niet kennen en niet aan de structuur gewend zijn, denken wij gewoon, ja, dat hoort gewoon zo. Zie je? Nou, als ik zo meteen ineens gigantisch op de pot zit, dan komt het door die vriendelijke vriend van daarnet. Maar daar heb je alleen maar aan gelikt. Ja, dat ben je niet helemaal zo genomen. Deze bedoel ik. Over die. Ja. Ja. Ik ben benieuwd of ik gelijk heb. Hij ruikt nog niet een stuk dat ik het beter. Nee, hij ruikt ook echt een stuk frisser. Je kan het gewoon ruiken of iets goed is. Ja. Hoe simpel ligt het. Hebben wij niet voor niks natuurlijk gekregen, dat reukorgaan. Krijg je hem zo makkelijk door? Nee. En deze met karamel. Ja, echt. Hoef je? Nee.
Ik vind het wel lekker. Sorry? Oh, nee. Nee, dat was volgens mij een frequentie die mijn, haartjes niet meer opvangen. Dat komt, Seb, er zitten allemaal fruit te eten van Harry Potter. Ja. Ja, dat zijn allemaal toverfruiten, dit voor de kleine kindje. En dan krijg je ineens een hele rare stem van, bijvoorbeeld. Daar hebben we geen luchtballonnetje voor nodig. Dat doen we gewoon met fruit, toch? Ja. Nou. Nou, terwijl wij... Hoe heet die ook? Kaki. Kaki. Nog eventjes van Arburen. En bij stof tot nadenken hebben over het fruit. Of het wel goed was of het niet goed was. Wat we nog wel gaan kopen en niet gaan kopen. Nou, ik ga hem nog wel een keer kopen. Die ook, want die met die slangenhuid. Ik ben wel heel erg benieuwd of deze nou goed was of gewoon niet. Ja. En die tamarillo, die dus inderdaad ook heel erg verschoten leek. Ja. Deze. Want volgens mij, als we een goede hebben, is dit ook wel heel erg lekker. Want dit is gewoon... Nou, kijk, die meneer daar in Rotterdam, zie je? Rotterdam. Ja, heb je het weer, hè? Helemaal verkeerde dingen gegeven. Nee. Rotterdam zijn scheten van mensen. Nou. Maar ja, je moet er natuurlijk... We hebben nu natuurlijk ook wel even een tijdje laten liggen. Ja, precies. Nou, al met al was dit een bordje fruit van 25 euro. Ja. We hopen dat jullie er wat van geleerd hebben. Ja, dit was speciaal voor jullie. Dat doen we graag, maar niet elke week. Nee. Dus. ik kan ook te gezond worden. Voor dit top vlog, duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zien we jou graag bij de volgende vlog. Ciao! Ciao. Doei!